Tegelijk met de explosieve groei van de steden in de 19e eeuw groeide ook de behoefte die steden te ontvluchten en op zoek te gaan naar de onbedorven natuur en het eerlijke landleven. Deze video gaat over de schilders die dat probeerden vast te leggen en er gaandeweg achterkwamen dat het op het platteland ook niet zo idyllisch was als ze eerst dachten. Het is inmiddels overtuigend bewezen. In de natuur zijn is gezond voor lichaam en geest. Beweging houdt je fit en de geluiden van vogels, regen en wind, de geuren van bladeren, gras, bloemen, het gevoel van zon en wind op je huid, al die waarnemingen zorgen ervoor dat je brein enorm geactiveerd wordt en negatieve gevoelens gaat onderdrukken. In 1830 zou het nog 150 jaar duren voordat de neuropsychologie zou beginnen met het bestuderen van deze effecten op het brein. Maar de mensen voelden toen al wel aan dat het gezond was in de natuur te zijn. De steden werden in die tijd steeds viezer en ongezonder. Wc's, riolering en zelfs leidingwater bestonden niet voor 1850. De meeste mensen leefden in grote gezinnen, dicht opeengepakt, in kleine huizen en overbevolkte buurten. En de steden groeiden razendsnel. Parijs is een goed voorbeeld van deze ontwikkeling. Tussen 1800 en 1830 groeide de bevolking van Parijs met 240.000 mensen. Toen in 1830 een cholera-pandemie Europa bereikte, zochten zij die het zich konden veroorloven een veilig heenkomen op het platteland. In 1832 bereikte de cholera Frankrijk. Er vielen in dat land meer dan 100.000 doden door de ziekte, waarvan 20.000 in Parijs. En dat was maar één van de vele uitbraken in die stad. Ook tuberculose en pokken eisten veel slachtoffers. Onder de stadsbewoners groeide dus het verlangen naar de natuur. Als ze niet echt de stad uit konden, dan konden ze doen alsof, door naar een stadspark te gaan of een geschilderd landschap te bekijken, op een schilderij of in een panorama. Voor kunstenaars was het verstikkende artistieke en politieke klimaat ook een reden om Parijs te ontvluchten. De Juli-revolutie van 1830 had niet de vrijheid gebracht waarop ze hadden gehoopt. Een iets minder conservatieve koning hadden ze gekregen, meer niet. Terug naar de natuur was voor hen dé manier om te ontsnappen aan de trieste werkelijkheid van de stad. De landschapsschilderkunst had volgens de traditionele academische opvattingen een zeer lage status. Om een landschap te schilderen hoefde je niet veel te weten en te kunnen, vond men. Kennis over geschiedenis, proportieleer, compositieleer en anatomie waren allemaal niet nodig. Je hoefde niet eens goed te kunnen tekenen. Toch werden het landelijk gebied en de mensen die daarin woonden en werkten steeds meer gewaardeerd als onderwerp voor schilderijen. En de geschilderde landschappen vonden gretig aftrek bij de stedelijke bourgeoisie. Veel kunstenaars schilderden de landschappen volgens de klassieke regels. Warme, gefantaseerde, zuidelijke, idyllische landschappen met daarin historische of literaire figuren. Of in ieder geval een paar volmaakt gelukkige herderinnen, herders of vissers. De schilderijen werden zorgvuldig gearrangeerd met een heldere indeling in voorgrond, middenplan en achtergrond. En met objecten op de voorgrond of een weg, beek of pad
om de kijker de ruimte binnen te leiden. In de romantiek kwam daar dan nog vaak een waterval, een ruïne, dramatische lichtval of een dramatische gebeurtenis bij. Maar juist omdat het landschap zo laag in aanzien stond, was het niet zo erg als het niet aan de academische regels voldeed. En daardoor was het een genre waarin schilders zich vrij voelden om te experimenteren. Op de Parijse Salon van 1824 waren schilderijen van Engelse landschapsschilders tentoongesteld. Onder meer van John Constable, die grote indruk maakte met dit schilderij, de hooiwagen. Hij won er een gouden medaille mee. Op het eerste gezicht is dit schilderij niet zoveel anders dan de klassicistische schilderij die we net zagen. Ook dit schilderij is in het atelier zorgvuldig gecomponeerd. Toch wijkt het op een aantal belangrijke punten af. Ten eerste het formaat. Het is ruim 1,30 meter hoog en 1,85 meter breed. Uitzonderlijk groot voor een landschap dat werd beschouwd als het meest banale onderwerp voor een schilderij. Ten tweede is het niet een gefantaseerd landschap, maar een bestaande locatie in Engeland, bij de watermolen van zijn vader, nu een half uurtje rijden van Harwich. De kleine hoeve links werd bewoond door de pachter William Lott. Constable gebruikte vele studies en schetsen die hij op locatie had gemaakt. Ten derde is het vlot en grof geschilderd. Constable schilderde gebladerte als vlekken en water als vegen. Dat was niet volgens de academische regels. Ten slotte duiden de buiige lucht en de heldere opklaringen op typisch Engels weer en dus op een grondige observatie en studie van zijn eigen werkelijkheid. De schilderijen van Constable beïnvloeden veel jonge Franse kunstenaars. Zij verlieten de formele academische stijl en lieten zich in het vervolg rechtstreeks door de natuur inspireren. Een heel gewoon landschap met heel gewone mensen vond men voortaan ook belangrijk genoeg als onderwerp voor een schilderij en diende niet langer alleen maar als decor voor belangrijke of dramatische gebeurtenissen of herderlijke scènes. Onder de schilders die zich langzamerhand begonnen af te keren van de academische regels, waren er ook heel wat die geïnteresseerd raakten in de socialistische denkrichting. Door de industriële revolutie veranderden landschappen, levenstijden en culturen. In de steden ontstond een arbeidersklasse die vaak onder zeer moeilijke omstandigheden leefde. Op het platteland werden de boeren ook steeds erger uitgebuit. Het socialisme ontwikkelde zich als reactie op deze situatie door te zoeken naar nieuwe vormen van sociale organisatie die de problemen zouden oplossen. De socialisten steunden grotendeels de democratische bewegingen die pleiten voor algemeen kiesrecht, zoals de republikeinen in Frankrijk. Zij kwamen daardoor lijnrecht tegenover de gegoede burgerij te staan, die er juist belang bij had de arbeidersklasse dom, arm en afhankelijk te houden, omdat zij behoefte had aan goedkope arbeidskrachten. Karl Marx typeerde de gezeten burgerij, de bourgeoisie, als de kapitalisten of als de bezittende klasse, die de vijand was van de arbeidersklasse, de proletariërs. De kapitalisten zouden volgens hem via een revolutie van hun troon gestoten worden. Honoré Daumier was een kunstenaar die het opnam voor de armen en zwakken. In 1830 begon hij een carrière als politieke cartoonist en maakte hij lithografische prenten voor het satirische tijdschrift La Caricature. In 1832 werd hij wegens deze karikatuur van koning Louis-Philippe veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf en een hoge geldboete. Hij beeldde de koning af als Gargantua, de onverzadigbare reus, die hier manden vol belastinggeld van de armen aftroggelt. Het geld dat van de band valt en de opdrachten en onderscheidingen die hij uitpoept zijn voor zijn corrupte entourage. Daumier bleef politieke cartoonist tot 1835, toen de censuurwet werd aangenomen en La Caricature stopte met publiceren.
Daarna bespotte hij met zijn prenten vooral de kleinburgerlijke moraal. Kunstenaars als Jean-Baptiste Camille Corot, Gustave Courbet, Eugène Delacroix, Jean-François Millet en Théodore Rousseau behoorden tot de vriendengroep van Daumier. Al deze kunstenaars waren in meer of mindere mate uit op vernieuwing en verandering. Gustave Courbet was wel de meest radicale van hen. Volgens de verhalen van zijn tijdgenoten was Courbet een knappe, vrolijke en energieke man, maar ook wel een herrieschopper en wat te veel met zichzelf bezig. Hij was veel te vinden in Brasserie Antler, een van de oudste kroegen van Parijs, waar veel geestverwanten van hem kwamen, zoals Jules Champfleury en Honoré Daumier en tal van andere zelfverklaarde bohemiens. Brasserie Antler was niet ver van zijn atelier, aan de rue Hautefeuille in het Quartier Latin. Ene Alfred Delvaux schreef een anekdotische geschiedenis over de Parijse kroegen en bij het hoofdstuk over Antler plaatste hij deze ets naar een tekening van Courbet. De eigenaar van Antler was Duits en het cabaret zag eruit als een Duitse biertent. Lange houten banken en tafels en witgekalkte muren, zonder de gebruikelijke spiegels en rustbanken. In het midden stond een kachel en achterin was de biljartzaal. Als Courbet er was, en dat was vaak, had hij het hoogste woord. Behalve zijn bewonderaars die aan zijn lippen hingen, waren er ook genoeg mensen die hem maar een egocentrische blaaskaak vonden. De vele spotprenten die er van hem zijn gemaakt, laten dat wel zien. Vooral zijn latere, nogal uitgesproken baard, moest het daarbij ontgelden. In 1848 kwamen dan eindelijk de lang verwachte revoluties. De liberale, democratisch gezinde krachten bleken sterk genoeg te zijn. Zou dan eindelijk de belofte van vrijheid, gelijkheid en broederschap worden ingelost? Op 4 november werd een nieuwe grondwet aangenomen, waarbij Frankrijk een democratische republiek werd, met algemeen kiesrecht voor mannen, een scheiding der machten en een direct verkozen regering en parlement. De nieuwe staatsinrichting werd de Tweede Republiek genoemd. De censuur werd weer opgeheven, al was dat maar voor een paar jaar, zoals later zou blijken. Gustave Courbet was weggebleven bij de straatgevechten die plaatsvonden in februari en juni 1848, omdat hij geen vertrouwen had in oorlog met geweren en kanonnen, zoals hij in een brief aan zijn ouders uitlegde, en omdat hij al 10 jaar een intellectuele oorlog voerde. Met dat laatste ging hij nu in volle kracht verder. In oktober 1849 verliet hij Parijs en keerde terug naar zijn geboorteplaats Ornans, 30 kilometer van de Zwitserse grens. Daar schilderde hij in 8 maanden tijd 3 kolossale schilderijen die de loop van de kunstgeschiedenis zouden veranderen. Allereerst was daar het schilderij van de steenkloppers. Courbet beeldde 2 steenkloppers af. Steenkloppers zijn mannen die grote stukken steen in kleinere stukken hakken, ten behoeve van de wegenbouw. Het was zo'n beetje het zwaarste en slechts betaalde werk dat je kon doen. Courbet beschreef zelf het schilderij als volgt. Het is een schilderij van steenkloppers dat bestaat uit 2 zeer betreurenswaardige personen. De ene is een oude man, een oude machine die stijf is geworden van het werk en de leeftijd. Het gebruinde hoofd is bedekt door een strooien hoed die zwart is geworden van het vuil en de regen. Zijn armen, die elastisch lijken, zijn gekleed in een grof linnen hemd. Verder ziet men in zijn roodgestreepte vest een snuifdoos van horen met een koperen rand. Zijn knie rust op een mat van stro. Zijn enorme broek zou op zichzelf kunnen staan in een grote kamer. Zijn versleten blauwe kousen laten de blote hielen zien, in gescheurde klompen. Degene achter hem is een jonge man van een jaar of 15, met hoofdschimmel. Lappen vuile stof dienen hem als hemd en laten zijn armen en zij zichtbaar.
Zijn broek wordt opgehouden door een leren bretel. En aan zijn voeten zijn de oude schoenen van zijn vader, waar al lang aan alle kanten om is gelachen. Courbet schilderde anonieme, hardwerkende arbeiders, zonder idealisering. Ze zijn gereduceerd tot machines. Op de grond staat een primitieve ketel, waarin ze hun lunchsoep vervoeren. En verder liggen er een sneetje bruin brood in een zak en een landhak. Alles gebeurt op klaarlichte dag, naast een greppel. De jongen en de oude man suggereren dat armoede overgaat van vader op zoon. De compositie is eenvoudig. De kleuren zijn grauwe aardkleuren. Het was een doek van 1,60 meter hoog en 2,59 meter breed. Daarmee had het formaat dat men normaal gesproken alleen aan een historisch stuk zou geven. Alleen al om die reden was het een klap in het gezicht van de bourgeoisie. Het formaat van een historisch stuk voor types die men de kunst onwaardig vond. Het werd bovendien toegelaten tot de salon van 1850-1851 en dat was al helemaal een schande. Niet veel minder provocerend was het schilderij Een begrafenis de Ornans dat Courbet daarna schilderde. Ook dit schilderij is enorm, ruim 3 bij 6,5 meter. De 27 levensgrote figuren in een dubbele rij zijn allemaal inwoners van Ornans, die Courbet één voor één in zijn atelier had laten poseren om ze in te voegen in deze landelijke begrafenisscène. Heel gewone mensen en dus ook niet allemaal even knap. Het zou kunnen dat de begrafenis van zijn opa, die een jaar voordat hij dit schilderij schilderde was overleden, de aanleiding voor dit schilderij vormde. We zien de met een doek bedekte doodskist die gedragen wordt door 4 mannen met breed gerande hoeden. Zij wenden hun hoofd af, waarmee Courbet waarschijnlijk wilde laten zien dat het dode lichaam niet zo fris meer rook. Vooraan staat de priester die de gebeden voorleest. Achter hem 2 koorknapen, waarvan de voorste een wijwateremmer draagt. Geknield bij het open graf met een schedel en botten langs de rand zit de doodgraver. En aan de andere kant van het graf staan 2 revolutionairen, 2 oude veteranen van de revolutie van 1793, in de kleren van hun tijd. Achter de priesters de kosters, waarvan er 1 een kruis vasthoudt. En 2 in het rood geklede lekenmedewerkers van de kerk. Net als toentertijd in de kerk zijn de mannen en de vrouwen gescheiden. Het groepje mannen tussen de kerkelijke ambtsdragers en de revolutionairen in bestaat grotendeels uit welgestelde burgers en notabelen, onder wie de burgemeester van Ornans. Helemaal rechts staan de vrouwen, onder wie 3 van zijn zussen en zijn moeder. De vrouwen dragen witte mutsen en zwarte kappen. Een aantal van hen heeft een witte zakdoek in de hand en rouwt om de doden. Het schilderij leidde tot veel opschudding toen het in 1850 op de salon werd gepresenteerd. Schilderijen op dit formaat waren niet ongebruikelijk, maar dan moest er dus wel zoiets op te zien zijn. Halfnaakte Romeinen waren oké voor zo'n groot schilderij, maar afzichtelijke boerenpummels? Het schilderij werd bekritiseerd vanwege zijn vulgariteit en critici beschuldigden Courbet van het schilderen van het lelijke, het triviale en het onedele. Dat was precies wat Courbet wilde. Hij wilde provoceren. Hij wilde de schijnheiligheid van het academisme en de salonschilders wegvagen door de rauwe realiteit van de provincie en de wereld van het platteland en haar arme inwoners te tonen. De critici die door hadden waar Courbet op uit was, noemden zijn schilderkunst daarom socialistische kunst. Courbet schreef in 1851 dat hij die kwalificatie graag aanvaarde. En verder: Je suis non seulement socialiste, mais bien encore démocrate et républicain, en un mot partisan de toute la révolution, et par-dessus tout réaliste. Het schilderij van Een begrafenis in Ornans werd al snel gezien als een toonaangevend werk van een nieuwe stroming die realisme werd genoemd, de stroming waarvan Courbet de leider werd. Courbet schreef:
Ik ben dus van mening dat schilderen een in wezen concrete kunst is en alleen kan bestaan uit de weergave van echte en bestaande dingen, van alle zichtbare objecten. Een abstract, niet zichtbaar, niet bestaand object behoort niet tot het domein van de schilderkunst. Daumier had al gezegd, il faut être de son temps. En ook Courbet koos resoluut voor het voorstellen van zijn eigen tijd. Courbet zei dat hij de gebruiken en ideeën van zijn tijd wilde vertalen naar een verschijningsvorm zoals die hem voor ogen stond. Hij wilde niet alleen een schilder zijn, maar ook een mens. Zijn doel was levende kunst te maken. En men kan alleen maar levende kunst maken als men iets kent, rationeel en emotioneel. Zo kan de afstand tussen leven en kunst wegvallen en kan de kunst haar rol spelen, haar taak opnemen. Het woord realisme leidt nogal eens tot verwarring. In het alledaagse spraakgebruik noemen we een schilderij als dit realistisch, omdat de figuren er natuurgetrouw uitzien. Maar een vrouw die een liefdeschotje van zich af moet houden om te voorkomen dat ze verliefd wordt, is niet bepaald een alledaags verschijnsel. In de kunstgeschiedenis noemen we dit daarom niet realistisch. Realisme in de schilderkunst gaat dus niet over hoe iets is geschilderd, net echt in dit geval, maar over wat er is geschilderd. De rauwe werkelijkheid, niet geïdealiseerd, niet geromantiseerd. In het geval van Courbet, die we gerust een activistische schilder kunnen noemen, zou je ook kunnen spreken van sociaal realisme. Het derde belangrijke realistische schilderij dat Courbet in deze periode maakte, is De boeren van Flagey komen terug van de jaarmarkt. Ook dit schilderij is alleen maar bedoeld om gewone mensen te laten zien. Hoe de critici in zijn tijd tegen het sociale realisme van Courbet aankeken, blijkt duidelijk uit deze karikatuur, die naar aanleiding van het schilderij werd gemaakt. Het bijschrift luidt: niets evenaart het enthousiasme dat de schilderijen van Courbet bij het publiek opwekken. Zie hier de echte waarheid, zonder opsmuk of effecten. Hier voelen we niet de clichés van de academische school en de absurde klassieke traditie. Alles is hier naïef, blij en opgewekt. Courbet was 18 maanden oud toen hij dit schilderij maakte. Courbet brak opzettelijk met de academische traditie en provoceerde door zijn onderwerpkeuze. Niet alle vernieuwers van de kunst lagen zo op ramkoers met de bourgeoisie. Er waren er ook genoeg die wel vernieuwden, maar hun werk toch goed wisten te verkopen en zo een tamelijk onbezorgd leven konden leiden. Een grote vernieuwing die goed werd ontvangen was het werken en plein air, dus buiten, direct naar de waarneming. De eerste kunstenaars die zo werkten, zochten elkaar op in het dorp Barbizon. Daar ontstond de eerste kunstenaarskolonie uit de geschiedenis. Daar vertel ik in deel 2 van deze video meer over. Kijk dus snel naar Spiegel van de Werkelijkheid deel 2. Maar natuurlijk pas nadat je je hebt geabonneerd op ons kanaal en een like hebt gegeven voor deze video. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.